zijn mensen die je graag ontmoet. En ook vol herinneringen. Maar zo hard soms het maar kan zijn. Het is je stad, je eigen. Voelt vertrouwen, het is hardste rijn. Florentia, de Torenstraat, passeert ook de revue. Maar ook actuele zaken, haagse dingen ook van nu. Ja, van alles, van de oudbouw tot de nieuwbouw op het spui. Ja, Den Haag, die haagse dingen, ja, zo haag zoals haag zal zijn. Haagse dingen, het voelt vertrouwd, het kan gewoon niet haagse zijn. Welkom bij een nieuwe aflevering van Haagse Dingen. Met in deze aflevering deel 4 van Verboden te lachen bezoeken we de Stadsacademie. Maar nu eerst dit. We vieren de opening van de Week van de Smaak in de Hof van Wouw, de 8e keer. Dat is toch wel een prestatie. En het thema, u kent allemaal het spreekwoord of het gezegde, de uitdrukking, ik bid niet voor bruin bonen. Nou, het thema is bruine, of liever gezegd, peulvruchten, bonen. En die gaan wij hier ook eten. En u eet ze ook in de kleine broodjes. En de Week van de Smaak, u weet, draait om de gedachte dat je eten eet wat puur is uit de tijd van het jaar. Zonder toevoegingen van geur- en smaakstoffen. In ieder geval zo zuiver mogelijk. En zo van dichtbij mogelijk. Nou, dat gaan we hier natuurlijk toch een beetje in de praktijk brengen. Dan vieren wij uiteraard dat er voor het eerst... Na 367 jaar, laat u dat even tot u doordringen, is gebouwd in de Hof van Wouw. En dat ziet u hier achter ons. En we hebben het voor de grap à la Christo een beetje ingepakt. Zodat de wethouder straks zijn cadeau aan de Hof van Wouw, maar ik wil het toch ook noemen een cadeau aan de gemeenschap. Het is iets waar wij met elkaar, met onze mensen om ons heen van kunnen genieten. En het is een prachtig bouwwerk geworden. Mede dankzij de inzet en het denkwerk van heel veel fantastische mensen die dit project van meet af aan in hun hart hebben gesloten. U heeft ons hiermee een ongelofelijk plezier gedaan. En ik denk dat ik spreek ook voor de generaties die hierna gaan komen. Want wij hebben iets gebouwd, denken we, wat heel duurzaam is. En dat is toch een beetje het doel van de Hof van Wouw. We bouwen nooit iets wat in 10 jaar verdwijnt. Dat zou hier nooit hebben gekund. Ja, dames en heren, dit alles is begonnen natuurlijk naar aanleiding van Gezond is vet, vet koel. Ja. De campagne die hebben gedaan. Maar eigenlijk was de kiem van die inspiratie ook eerder gelegd. Het was niet zomaar een cadeau.
Het was een cadeau met een opdracht. En die opdracht, die voelen we met elkaar. Heel erg goed. Het is een opdracht om mensen, kinderen, jonge volwassenen te laten profiteren. Om te leren in deze tuin hoe je met groen omgaat. Hoe je groente kan verbouwen. Hoe een spruitje eruit ziet. Hoe rucola groeit. Want dat is het eerste wat we straks gaan zaaien. Dat is uw opdracht aan ons en die voelen we. En die zullen we, die verantwoordelijkheid zullen we ook nemen. En we zullen dat ook uitdragen. Kinderen van de Einder, de praktijk zal voor, of de school voor het praktijkonderwijs, de afdeling Groen, gaat hier in de tuin een hele belangrijke rol spelen. Maar we hebben met elkaar hier gekookt. Een jaar daarna was dat. We hebben hier met elkaar gedanst. En met elkaar gezongen. Dus het is één groot feest. En het is de 8e keer dat ik hier kom. Ik reken erop dat ik de volgende keer, wanneer ik de volgende keer kom, dat er een bed voor mij hier klaar staat. Dan kan ik maar gewoon hier blijven. Nou ja, goed, dames en heren, alle gekheid op een stokje. Het is echt heel erg fijn om vandaag hier te zijn. Bij de aanvang van de week, hè, van de smaak. Ik vind het erg bijzonder dat u dit voor de 8e keer gewoon doet. U bent dat blijven doen, na de grote inspiratie die ooit op het Malieveld heeft plaatsgevonden. U bent ermee doorgegaan en dat vind ik heel erg belangrijk. Vandaag is dus voor ons een hele bijzondere dag. Het is ook een feest, maar het is ook een dag waarin we denken aan alle jaren die hier geweest zijn. Het is zo'n historische plek. U staat op protestante grond, ik sta op katholieke grond. Dat is toch altijd iets wat ik heel aardig vind om te vermelden. De kas is gebouwd op een klein stukje katholieke grond van wat een klooster was. Maar ik vind het wel fijn dat we de komende periode toch wel wat meer nadruk blijven leggen op stadslandbouw en wat stadslandbouw voor ons zou kunnen gaan betekenen. We hopen dat de geest van alle goede mensen die hier aan deze hof gewerkt hebben ook in de kas zullen aanwezig zijn. En ik hoop dat u met ons zult genieten in de komende jaren, wanneer we u weer eens uitnodigen. En dat u kunt gaan kijken naar de producten van de kas en hoe die straks vergroent. U allen zeer gefeliciteerd met een schitterende plek hier, een schitterende kas in het Hofje van Wouw. Ik moet u zeggen dat ik mij zeer nederig voel dat wij met z'n allen dit hebben mogen realiseren. Dat we eigenlijk een icoontje hebben toegevoegd aan de binnenstad. En het is mij een eer en een genoegen om zojuist samen met u allen dit te openen. Dank voor uw aanwezigheid. Ja. Het is heel klein, maar je moet klein beginnen. Ja, tuurlijk. Stevia is een plantje wat natuurlijke zoetstof bevat. Heel goed is voor diabetici. En eigenlijk veel beter dan suiker en allemaal vervangen. Ja. Maar het is niet zoveel erin. Nee, dat geeft niet. Mag ik hem op mijn hand zetten? Mag je doen. Ja? En dan heel voorzichtig. Kijk. Even kijken naar deze. Want u bent die eerste die dus nu zaait, hè? Ja. Alles, 2-3 papotjes. Dit gaat ook maar om de symboliek. Ja, en dan drukken. En dan een beetje aandrukken en dan doen we er zo meteen nog een beetje water. Ja. Want het gaat op werken, meisje. Nou, ik denk dat nee, zo is het genoeg, ja, toch? De wethouder nog een beetje sproeien. Maar ik wou even inhaken op hoe belangrijk zo'n plek in Den Haag is. Ik heb zelf gewoon eigenaar van een historische buitenplaats en ik heb een moestuin van 5000 vierkante meter met 35 vrijwilligers en een wachtlijst. Historisch groen financieren in Nederland is heel erg lastig, want onderhoud, daar krijg je geen subsidies voor. Dus dat moet je op een andere manier organiseren. En we hebben onder andere kokende moestuin, zou iets voor hier zijn, waarbij dus groepen voor teambuilding, bedrijven, maar ook vriendinnenclubs, die komen en die gaan oogsten uit je moestuin en hebben receptuur, hebben vrijwilligers die dat organiseren en dan gaan ze koken. Eten is van alle dag. Maar eten is ook, dat vond ik net ook leuk om te horen, dat is mijn idee ook altijd geweest, eten doen alle
mensen in de wereld. Dus je hebt, iedereen heeft zijn eigen teeltmethode. Dus alle verschillende bevolkingsgroepen, die namen natuurlijk ook in Den Haag, die kun je wel samen laten komen op basis van hun voedsel. En je kan laten zien wat die doet op die manier, die doet op andere manier. Dan kan je uitwisseling. En dan is zo'n week van de smaak. Kan je daar prima voor gebruiken. Dat bindt ook. Hè? Dus probeer zoveel mogelijk mensen hier naartoe te trekken en laat zien hoe wij het hier in Nederland doen. En leer ook van elkaar. En daar kan deze kast prachtig bij helpen. We namen een kijkje bij de Stadsacademie. Wat is dat nou precies? De Stadsacademie is een tekenschilderopleiding. Het is een doorlopende leerlijn. En het zijn, je leert tekenen en schilderen echt naar waarneming. Puur, hoe krijg je iets rond, hoe krijg je iets vierkant, hoe zit het met perspectief. Je leert echt tekenen en schilderen, dus de basis. Zeer belangrijk om later de dingen te willen kunnen tekenen en schilderen die je graag zou willen verbeelden. De onderwerpen. Het is echt een studie. En we werken op zaterdag en op vrijdag. Vrijdag is schilderen en zaterdag is tekenen en schilderen. Het eerste jaar. We hebben altijd een intakegesprek met iemand. Dus dat willen we graag ook zien. En wat ze thuis gemaakt hebben. Maar de allerbelangrijkste is de motivatie. Waar iemand zoiets van, oké, dat wil ik graag leren. En dan ben je eigenlijk in zoverre uitgepraat. Dan maakt het niveau ook niet uit. Iemand wil leren tekenen. Of schilderen. Dus dan sta je open voor die studie. Ik wil eerst die achterste paal wil ik zien te vinden. Dus die achterste paal wil ik helemaal, dus deze. Ook prettig om te weten is dat we werken in modules. Ja. En dat houdt zoveel in als bijvoorbeeld je begint met stilleven. En dat krijg je in het tweede jaar, komt dat terug. En het derde jaar ook. Maar bijvoorbeeld zoiets als groot ruimtelijk. Dat begint in het eerste jaar met correct weergeven van de lijnen in perspectief. In het tweede jaar ga je bijvoorbeeld het interieur tekenen. Dat vertaalt zich op een groter vlak. En het derde jaar ga je met Peter Kempeneers naar buiten om het landschap of de architecturale omgeving te tekenen of te schilderen. Maar dan moet deze lijn dus wat. En dan heb ik deze ook automatisch en heb ik deze. Deze opleiding is voor iedereen toegankelijk. Als je heel erg gemotiveerd bent om ook thuis wat te doen. En dat je echt naar waarneming wilt leren tekenen en schilderen. En we kijken ook natuurlijk uit naar wat de cursisten of de studenten, hoe je het wil noemen, zelf voor ogen staat. Dus dan kunnen we ook kijken van naar gelang hun ervaring in het tekenen of schilderen. In welk jaar dat ze terecht kunnen komen. Daar horizontaal houdt en je houdt hem daar horizontaal, dan wijkt die lijn. Kijk, hier doe je het al bijna goed. Ja, ja. Toe in het derde jaar altijd naar een eindexpositie. Ja. Dus dan laten de cursisten het werk zien wat ze in dat jaar gemaakt hebben. Dat gebeurt ook met het vierde jaar, want het vierde jaar is een aanvullend jaar. Dan kom ik weer even terug op je vraag van wat gebeurt er in de Stadsacademie. We hebben een aanvullend jaar, het vierde jaar, en daarin wordt het nog meer gespecialiseerd in van wat zou je zelf willen maken. Dan wordt je eigen richting meer gestuurd. Daarin zitten ook masterclasses.
Dus dan kan iedereen zich in Den Haag inschrijven op die masterclasses. Dus dan is het niet meer van het groepje Stadsacademie, maar staat open voor iedereen. En daar kan je je voor inschrijven. Als ik daar mijn houten kop hou, is deze iets platter. Dus uitstekend. Die is, die is goed. Maar op een of andere manier is dit puntje het hoofd. Dat is eigenlijk het enige. Je kijkt hier heel goed. Waar worden de lessen gegeven? De lessen geven wij voornamelijk in Zuid 57. Dat is in Zuid-Larenstraat, in Eskamp. Naast Theater Dakota. Het is een bedrijfsverzamelgebouw. Daar geven we de lessen. En dan is het nu de tijd voor deel 4 van Verboden te lachen. In aflevering 3 ontdekten we de ware aard van de directie van het Dr. Steinway-huis. Mevrouw Toet en haar assistent Annex Minnaar Leo Langman houden, laten we zeggen, een wel heel creatieve boekhouding erop na. En dat alles ten koste van de bewoners van de serviceflat. Grietje Grol krijgt weer eens opruiing 4 weken huisarrest. En Galmeijer is ontroostbaar. Hij kan niet slapen van verdriet. Gelukkig weet zijn overleden vrouw Thea raad. En zo ontmoet onze held op pantoffels midden in de nacht een onverwachte medestander. Conciërge en beveiliger Daniel Smit. Mevrouw Pronk, u weet dat er in onze huisbrochure heel duidelijk staat vermeld onder artikel 7 lid B. Ik citeer: gij zult geen kunstwerken, affiches, dan wel andersoortige afbeeldingen plaatsen middels een spijker, punaises of aan de muur van de gangen en op die plakken. Leo namelijk altijd de ronde doen. Oh, ja. Zeg, het was wel gezellig vanochtend. Ja. En om 11 uur... Zal ik om 11 uur weer de hot hutspot koken? Ja, dat is goed. En zal ik dan die dobbelstenen kopen? Ja, zorg jij ervoor de dobbelstenen? Doe ik. Oké. Dag.
Zeg Hans. Hans, huh? Wordt het niet eens tijd om wakker te worden? Hey Thea, ben jij het? Ja, wie dacht je dan, je moeder? Wel, Thea, het is een beetje laat geworden gisteren. Ik was bij Grietje boven, maar er is niks gebeurd hoor. Nee, echt niet. Oh nee, niks gebeurd? Ik heb alles gezien. Hè? Heb je alles gezien? Ja, jij moet je wel aan de spelregels houden hoor. Ja, dat weet ik ook wel Thea, maar... Als ik eenmaal bezig ben, dan word ik zo fanatiek. Ja, ik zal voortaan mijn best doen. Maar waarom maak je me eigenlijk wakker? Het zit namelijk zo. Ken jij Henk nog? Henk, ja. Henk Buis. Ja, die zat bij ons op school. Dat weet ik nog wel. En die is later, weet ik nog wel, onze buurman geworden. En dan gingen we met z'n allen vissen. En Henk, die haalde de grootste karpers uit de sloot. Maar wat is daarmee? Je raadt het nooit, maar... Hij heeft nu mij aan de haak geslagen. Henk, kom eens kijken. Wat voor modder komen dan? Nou, dan kun je Hans even spreken. Hé hey Henk, hoe is het daarboven? Heb je al grote karpers gevangen? Nou, jammer genoeg niet, maar Marais. Weet je wat er wel is? Bier. Ja, die doren zong altijd in de hemel is geen bier, maar het is werkelijk niet aan te slepen hier. Oh. Man, ik ben continu in de zevende hemel. En zeker met Theaatje erbij. Oh, dat is wel mooi, ja. Dat ze dat daar ook hebben. Luister even. Thea en Henk, luister. Ik moet nu even boodschappen gaan doen, dus ik zie jullie weer een andere keer, hè. Nou, veel plezier samen dan, hè. Dag! Nou, dag! Tot ziens, hè. Doei. Chandori, de dobbelstenen! Is er weer 100% boodschappencontrole. Het loopt de spuigaten weer uit. Hoe bedoelt u? Eergisteren heb ik mevrouw Bal betrapt met een hele fles citroenjenever. En dat kan niet, hè? Ik wil dat jij voortaan alle boodschappentassen van de bewoners minutieus inspecteert. Je kent de spelregels. Geen alcohol, geen tabak, geen vlees en geen vis. Alleen eikeltjes koffie. Op aanvraag. Ja, ik zal mijn uiterste best doen. Ja, gaat het wel goed met je? Ja, ik heb nachtdienst gehad, dus dan heb ik een beetje op de tocht gezeten. Prima, als het me niet je werk belemmert. Nee hoor. Oh, en je weet het hè, 100% controle op alle boven. Ja, meneer Langman. Rick? Hé. Hey. Ik moet even in je tas kijken, van Langman. Hé, maar waarom dan? Controle. Oké, ik heb gekeken. Maar gekke vraag misschien. Waar zijn die dobbelstenen voor? Dat is een geheimpje. Drie. 1, 2, 3. Jij aan de beurt. Drie. Ja, dat daarna het van zich. Hij valt niet weg van de wedstrijd. Ik wacht even. 1, 2. Oh, verkeerde andere kant op. 1, 2. Ja, fout. Nee. Hoe moet dat dan? Ik snap het gewoon niet. 1, 2, 3. Ja, daar ben je. Nee. Daar ben je. Daar. 6. Dan ben ik ook nog. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Als je iets weg is gezien. Jezus! Oh.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Zo is het meer dan genoeg. Zo zal het gaan, zo zal het zijn. Zo is het meer dan genoeg. Zo zal het zijn, zo zal het gaan. Zo is het meer dan genoeg. Hiermee zijn we gekomen aan het einde van deze aflevering. Heeft u nou suggesties of ideeën? Laat het ons weten. Dat kunt u doen door ons te mailen, een briefkaartje te sturen of laat eventueel een bericht achter op onze Facebookpagina. Bedankt voor uw aandacht en graag tot de volgende keer. Dag. Het werden mee van Hagenaars, ook van de jongelui en van de oudjes die nog weten hoe het leven vroeger was. Maak het Haagse leven heel erg rijk of krab en kal. Ja, Den Haag, die Haagse dingen, ja, zo Haags als Haags kan zijn. Haagse dingen, het voelt vertrouwd, het kan gewoon niet Haagse zijn.